Je begon het net al een beetje uit te leggen, maar ik onderbrak je. Kun je in een paar zinnen voor ons leken, zeker voor mij, uitleggen hoe dat vaccin wat jullie aan het ontwikkelen zijn of ontwikkeld hebben, hoe dat dan gaat werken op een kankertumor? Ik merk dat dat een beetje verwarrend is, want iedereen weet wat een vaccin is. Dat is iets wat je bij mensen inspuit om te zorgen dat ze een ziekte niet krijgen. Preventief. Ja. Maar dat hoeft niet per se. En dat komt omdat ons afweersysteem heeft twee functies. Het ene is zorgen dat als er een virus of een bacterie binnenkomt, daar een afweer tegen gaan maken. Maar het heeft ook als functie om als onze eigen lichaamcellen ontsporen en veranderen, om die verschillen op te sporen en dan die cellen af te breken. Nou is wat dat betreft elke tumor verschillend. Maar we kunnen dus, wat ik net zei, bij patiënten DNA afnemen, de verschillen in kaart brengen, een vaccin maken en toedienen bij de patiënt. En dan gaat het immuunsysteem meehelpen om die tumor aan te pakken. Wow. En dat gaat altijd in combinatie. Dus meestal de chirurg haalt de grote knobbel weg. Dan heb je ook meteen het materiaal om het DNA van af te lezen. Dan kun je dat gebruiken om soms in combinatie nog met chemotherapie of met bestraling, maar om dus een vaccin toe te dienen wat gaan bijdragen, als het goed gaat. Hè, dat moet natuurlijk allemaal nog blijken in trials, aan het opruimen van die tumor. Wat fantastisch. En geldt dat dan voor alle soorten kanker? Die zijn natuurlijk allemaal verschillend. Maar je kan al die DNA-structuren aflezen. Geldt dat voor alle soorten kanker? Of zal het waarschijnlijk bij de ene soort kanker makkelijker zijn dan bij de andere om dit toe te passen? Het wordt altijd in de praktijk natuurlijk, want inderdaad, wat je al zegt, het zijn allemaal verschillende tumoren van verschillende omvangen in verschillende organen. Ja. Maar we hebben wel in die paar jaar dat we dat in het laboratorium hebben staan doen, ook allerlei tumoren bestudeert en die veranderingen die kom je overal tegen. Fantastisch. En dus inderdaad ben ook wel met een ijsbandje naar het AMC gegaan om daar met een chirurg mee bij een operatie te kijken. En dan... Mag een stukje tumor mee? Een stukje tumor mee. Ja, nee, zo letterlijk is het al gebeurd. En we moeten van tevoren allemaal contracten hoor, want de patiënt moet het daarmee eens zijn. Dus dat is allemaal keurig gebeurd. Fantastisch. Je zegt het is gebaseerd op DNA. Ja. Daar had je ook al heel veel mee gedaan voordat je de politiek in ging. Klopt het dat jij zelfs met meneer Watson en meneer Crick hebt samengewerkt? Of in ieder geval contact met ze hebt gehad? De twee mensen die het DNA in kaart hebben gebracht? Nou, samenwerkt niet, maar ik heb wel bij Jim Watson. Die is heel lang directeur geweest van een instituut in New York. En daar gaf ik elke zomer een cursus. Dus daar was ik inderdaad wel trots op. Ook in de wetenschap heb je wel dat je tegen bepaalde mensen natuurlijk als beroemdheid opziet. Dus hij wist wie ik was en hij wist wat ik deed. Dus dat vond ik in die tijd als jonge onderzoeker wel bijzonder. Ja. Je zegt, we zijn overgenomen door een groot Duits bedrijf. Maar dat betekent dus niet dat je nu zegt, nou, dan heb ik genoeg geld verdiend om die hypotheek weer af te lossen en zelf een Porsche te kopen en achter de geraniums te gaan zitten. Dat is echt alleen maar, je gaat door met dit. Het is echt vooral voordelig om de volgende fases te kunnen doorlopen. Ja, het ging zelfs in stappen. Want in het allereerste organigram wat ik van ze kreeg, hadden ze gedaan wat de standaard oplossing is. Namelijk de oude oprichter, die maak je adviseur. Dus die hou je. En toen zijn we er met z'n tienen geweest, dus met het hele bedrijf. En toen opeens, het volgende organigram, was ik directeur van de afdeling Nederland van het bedrijf. En dat ben ik nu. Maar nu een maand geleden zeiden ze, nou, dat kankervaccinprogramma, dat moet nog wat opporren. Dus wil jij nu niet de leiding krijgen over het hele kankervaccinprogramma van het moederbedrijf? En dat doe ik nu. Oh. Dus ik moet nu heel hard werken. Heel hard, hypotheek is wel afgelost. Sorry? Maar die hypotheek is wel afgelost. Op deze vraag krijgt ze geen antwoord, meneer Koppelman. Maar jullie zijn natuurlijk niet de enige. De gemeente bij Amsterdam UMC. Het is een heel veld. Vorige week nog was er goed nieuws uit Anthony van Leeuwenhoek over ook een toepassing van immuuntherapie. Dus ik denk ook dat we in de komende jaren, ik hoop natuurlijk dat het ook voor een deel van ons komt. En ik wil er graag aan bijdragen en bij zijn. Maar dat moet in de komende jaren uit die kennis die we nu hebben van de tumor, moeten toepassingen komen waar patiënten uiteindelijk baat bij hebben. Want is dat dan onderling vooral sprake? Is er sprake van concurrentie? Of is er sprake, want het gaat toch om patenten? Je zegt, we hebben er 9 geschreven. Of wordt er samengewerkt? Hoe gaat dat? In jullie vak heet dat ook, geloof ik, conculega's. Dus je bent concurrent en collega tegelijk. Ons vak is iets minder belangrijk dan dat van jullie. Dat is waar. Dus je gaat naar congressen toe en dan moet je soms je tong afbijten, omdat je het liefste met die andere mensen, dat zijn een paar mensen op de wereld die er net zoveel van weten als jij, zou het liefst alles willen bespreken. Maar soms, maar dat is in de academische wetenschap ook wel zo, moet je toch eerst denken van ik moet het toch eerst zelf publiceren. Dus dat is altijd dubbel. Ja. Ik heb nog één belangrijke vraag. Jij kwam er ook mee. Je zei van als wij medische ontwikkelingen of potentiële ontdekkingen bijvoorbeeld in de krant of op televisie benoemen,
Als je niet uitkijkt, zit maandagochtend de spreekkamer van elke huisarts bomvol met mensen die zeggen, help mij. Dat wil ik. Ja, ja dat wil ik. En terecht natuurlijk, begrijpelijk. Ja. Maar je zegt, zo werkt het toch. Nee, ik ben dus, ik geloof, 13 jaar hoofd van de DNA-afdeling geweest op de Antonie van Leeuwenhoek. En daar werd ons hardhandig verteld door de artsen van pas op met wat je belooft. Want inderdaad, wij krijgen maandagochtend en dan moeten we al die mensen teleurstellen, want zover is het nog lang niet. Nee, dus het stadium waar we nu zijn, is dat we nu medische trials kunnen gaan doen. En dan is fase 1 is om te kijken of het geen kwaad kan en wat voor dosering je doet. En daarna moet je kijken of het effectief is. En als het erop lijkt, dan moet je nog wat dan heet dubbelblind. Dus dan moet je die groep in tweeën splitsen. En dan mag niemand weten welke de behandelde groep is. En dan gaat naar de hand de envelop pas open. En dan pas, als dan dus ondubbelzinnig vaststaat dat het werkzaam is, dan wordt het toegelaten als standaard therapie. En daar gaan jaren overheen. Dus wat er wel voor patiënten beschikbaar is, maar dat weet elke dokter ook die ze behandelt, is dat ze aan trials mee kunnen doen. Mm-hmm. En ja, dat doen patiënten ook vaak. Maar stel dat dit werkt, stel dat dit allemaal lukt, stel dat die fases goed doorlopen worden, wat betekent dit dan voor de behandeling van kanker? Nou, het zou kunnen betekenen dat, en ik heb die vergelijking wel eens getrokken, mijn moeder vertelde mij toen zij klein meisje was, had zij longontsteking. En toen zaten haar ouders te bidden bij het bed. En dat is het enige wat je kon doen. Want er waren toen nog net geen antibiotica vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het kan, het is denkbaar dat een dodelijke ziekte te behandelen wordt. En wordt het een aandoening? Ja, en dan nog kan het natuurlijk mislopen. Maar dat dus een aantal ziekten waarvan je nu eigenlijk weet, dat loopt niet goed af, dat die behandelbaar worden. En dat is toch wel waar met z'n allen enorm hard voor werken. Zitten we dan over 10 jaar hier om u te feliciteren of je te feliciteren met de Nobelprijs? Nou, laten we het zien. Dat is wel mooi. Nou, in ieder geval ontzettend veel succes met dit buitengewoon prachtige verhaal.